In Bonoua, op 60 kilometer afstand van de hoofdstad Abidjan, is in de afgelopen 2 jaar met West-Duitse financiële steun en technische adviezen een boerencoöperatie gesticht die zich toelegt op de cultuur van ananas. Een stuk oerwoud van 800 hectare werd ervoor weggekapt. Bovendien werden de middelen verstrekt voor de bouw van een conservenfabriek, waar de ananas kan worden ingeblikt voor de export. Deze fabriek geeft werk aan 150 man. Uiteraard is de machinerie waarin de ananas gewassen wordt, gesorteerd, geschild, gesneden en vervolgens ingeblikt, ook van Duits fabrikaat. Binnenkort zal deze fabriek dagelijks zo'n 200 ton ananas kunnen verwerken. Het is voor Ivoorkust een project met toekomst, doordat de Bondsrepubliek zich garant heeft gesteld voor de aankoop van de totale productie.